Het drukke Amsterdam, het stille land. De tegenstelling is groot. Noord-Hollanders en Amsterdammers ervaren hoe groot. Ze ruilen van plek voor één dag in Van Streek in de Stad. En ik was blij, maar toen kwam jij voorbij. Nou, Bob, je bent al helemaal in de stemming, hè? Halleluja, ja, zeker, zeker. Ik alles had het mij aan iets ontbraakt. Hij is gezegend met een paar gouden stembanden. Bob Groot uit Amsterdam Zuidoost. En alles wat in me rustte, dat bruist nu weer in mij. Bob is normaal gesproken logistiek medewerker, maar in december heeft hij nog een baan bij de bouwmarkt. Even een brilletje pakken. Ho, 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 ho. Moet ik nou Bob zeggen of Kerstman? Zeg maar Bob, alsjeblieft. Welkom. Bedankt. Ho, 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 alsjeblieft. Ha, welkom. Bedankt voor je aankopen. Ho, 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 ho. Ho, 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 welkom. Een primeur. Een primeur? Ja, een donkere Kerstman. Ho, ho, ho. En hoe reageren de mensen erop? Heel leuk. De Kerstman, bijzonder. Ja, vind ik wel leuk. Ja, geweldig. Ik vind hem wel, dat moet kunnen. Ik heb daar geen problemen mee. Nee. Kijk, ik heb met Zwarte Piet ook geen problemen. Nee. Ik was van de week in de Bijenkorf. Ja. Nou, als je de andere Sinterklaas zag, was het zonder baard. Zonder baard en een zwarte baard. Dat is geen porum. Kerstman Bob gaat straks een paar uurtjes van baan ruilen en wel met... Ja, mooi diep, hè? Boven je schaats. Keurig. Richard Lenoble, schaatsleraar bij kunstijsbaan De Westfries in Horen. Die schaatshouding door je knie heen, dat bij wijze van spreken als er een druppel uit je neus valt, dan valt hij via je knie, valt hij bovenop je schaats. Kan iedereen leren schaatsen? Iedereen kan het leren, van jong tot oud. Mijn oudste cursist is 72 en de jongste die ik ooit gehad heb was 5,5. Oh ja. Dus alles wat daartussen zit, kan het gewoon leren. Ook Richard heeft in december een dubbele baan. Hij is hier de kerstman. Nou, dat is mijn buik. Nou, dit is wel wat. Collega Ellen zorgt dat hij er piekfijn uitziet. Ja? Wordt wel wat, hè? En dan gaat hij helemaal los. Hey! Ho, ho! Denk je er al een beetje aan kerst? Ja, zit de sfeer er al in? Kerstman bestaat al. Ja, zo is dat, hè? Kerstman bestaat wel. Ja, kijk maar naar mij. Vrolijk kerstfeest, jongelui. Wat vind je er leuk aan om te doen? Nou, dat niemand me herkent, vind ik wel heel leuk. Ja, vind je lekker gek doen? Ja, maar het gewoon contact met die jongelui vind ik gewoon vreselijk leuk. En je komt toch binnen als iets leuks. Mensen associëren het met wat leuks. Ja. Dus je ziet meteen blije gezicht en dat vind ik wel heel erg leuk. Hallo? Hallo? En soms een iets minder blij gezichtje. Ho, 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 ho. Alsjeblieft. In Amsterdam is Kerstman Bob nog lekker bezig met ballen uitdelen. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Dit is de chef. En wat maakt Bob een goede kerstman? Hij is enthousiast. Is goed met kinderen. Is goed met klanten. Ja. Dus dat, Nou, Bob, je gaat naar Horen. Oké. Ken je ijsbaan De Westfries in Horen? Nooit van gehoord. Hoe denk je dat ze in Horen reageren op de Surinaamse kerstman? Ik denk dat ik alleen maar tanden ga zien, hoor. Tanden? Ja. Lachende gezichten? Ja, lachende gezichten, ja. Kan je een beetje schaatsen? Nee. Die grap haal ik niet uit. Ja. Kerstman Richard vliegt inmiddels over het ijs. Hij is de enige schaatsende kerstman in Noord-Holland. Hop, meiden! Maar Richard, nu gaan we het schaatsen uitdoen. We gaan naar de Praxis in Amsterdam Zuidoost. De Praxis in Amsterdam Zuidoost? Ja, daar mag niet geschaatst worden. Dat mag niet. Ben ik benieuwd hoe je daar als kerstman leert. Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Nou ja, we gaan het beleven, hè. Ik denk dat hij het ook wel heel leuk gaat doen. Ja. Ja. Hij is overal wel voor in, dus ik denk dat hij daar ook wel heel leuk gaat vinden. Laatste ronde. Kerstman Bob heeft de ijsbaan in Horen gevonden. Ho, 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 ho. All I hear the angels sing. Ho, 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 ho. Goeiedag hier, wat Hallo. Leuk dat u hier bent. Ziet er ook prachtig uit. Zo, mooie outfit. Nou, niet meteen op de versiertour, Kerstman. Ho, 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 ho. Hij mag meteen aan de bak koekjes uitdelen. Eentje pakken.
Jij trek? Is de kerstvieren in Suriname, is dat nou anders dan hier? Ja, maar lekker eten en feest. Ik denk dat het nog heftiger is in Suriname. Wow! Opstaan jij! Een tropische kerstman, ja. Hoe kijk jij ernaar? Nou, die zie je niet zoveel hier op de ijsbaan. Misschien in Amsterdam wel wat meer, maar hier in Voren zie je ze niet zoveel. Maar nee. Wel leuk. Oh, de cookies. Kan ik ze nog uitdelen hier? Het is een kerstman uit Amsterdam. Waar komen jullie vandaan? Wow. Ho, ho, ho. Dan is het tijd voor een rondje in de arreslee. Zonder rendieren, maar met scholieren. Ho, ho, ho. Pas op. Ah. Ho, ho, ho. Prima. Hoe vond je het om de kerstman voor te trekken? Zwaar. Is jullie nog iets aan de kerstman opgevallen? Hij is donker, maar ik weet niet. Dat is niet racistisch bedoeld of zo. Maar al heeft de kerstman paars haar. Doe me even reet. Even op mijn woorden letten. Naar het midden. Ja. Oké, een kap stellen. Merry Christmas. Maar ik vind het wel, leuk. Ik vind hem ook, want een kerstman kan ook zwart zijn. Het is ook wel goed dat het ook een keer ander huidskleur. Dan heb je wel zo'n teken van samen. Dus iedereen is een mens. Oh, oh, oh. Merry Christmas! Komt hij daar nou weer aan? Ho, ho, ho. Merry Christmas. Nou, tot zo, Bob. Kerstman uit de tropen. Kerstman Richard is in Amsterdam-Zuidoost aangekomen. Kom je vaak in Amsterdam? Nee, ik kom niet zo vaak in Amsterdam. En ik ken het hier ook niet. Nee? Nee, dus hier in ieder geval de eerste keer dat ik hier sta. Hallo! Hij zit direct in zijn rol. Hallo! Hallo, wat hebben jullie voor lekkers? En hij heeft zijn eerste succesje bij de dames van de oliebollenkraam. Zet hem op, hè. Hallo. Vrouwelijke kersten vast. Ik ben wat vroeg. Buiten de vroeg dan te laat. In de bouwmarkt staan de collega's van kerstman Bob, Karin en Jeroen al te wachten. De rendieren staan buiten? Om de hoek. Ja. De kerstman gaat lekker rondwandelen. Spulletjes uitdelen, lampjes voor de kinderen. En... plezier maken. Want hij moet concurreren met de kerstman die er normaal is, hè? Ja, dat is sport. Dus we gaan hem echt kijken hoe je het doet vanmiddag. Ja. Onze kerstman zingt ook. Oh, ja. Dus ik ben benieuwd. Mag ik wel even gaan oefenen? Karin zet de buik nog even extra vast. Laat die hangen, hè, die buik. Hè? Ja. En dan gaan ze op pad. Hallo. Normaal schaats ik. Hallo. Hey, doei. Goed zo, man. Maar ook op de vloer van de bouwmarkt blijkt kerstman Richard zich snel thuis te voelen. Hallo, Richard. Daar ben ik weer. Zo, het is hier bloedheet. Wat een verschil met de Noordpool. Ja. En de Westfries. Ja, gaan jullie ook een kerstboom kopen? Gekke waggie, zegt hij. Je hebt een gekke waggie. Goed voor mijn buikspieren. Over de streep. Kerstman Bob heeft het goed naar zijn zin in Hoorn. Tijd voor een breakie. Zo, wat een mooie mensen, zeg. Geweldig, geweldig. Ja, ja. Ik zei het toch? Ik ga helemaal blije gezichten. Oh, je hebt lekkere warme handen. Ja, lijkt wel een kerstman uit de tropen, hè. Proost. Is dit nou Bob? Een kerstman drinkt toch warme chocolademelk in die kou? Van chocola heb ik een bruine snor over, hè. Moet ik weer Omo gaan zoeken, Omo? Om de snor schoon te wassen. Goed. Het loopt allemaal op rolletjes voor Bob. Maar dan krijgt hij ineens de zenuwen. Knikkende knieën. Oké. Okay. Hij mag niet terug naar Amsterdam voordat hij een rondje op schaatsen heeft gestaan. Okay. Toch maar wel. Ja, uitdaging, hè. Jezus, help mij. Ik ga hem helpen. Gaat u mee? Ja. Hoe zal dat aflopen? Ook kerstman Richard heeft het goed naar zijn zin in Amsterdam. Ja, dat ziet er al gezellig uit. Vrolijk kerstfeest. Ik ben wat vroeg. Oh, wat ruikt het weer lekker. Lekker, hè? Heerlijk. Hou je van kerst? Ja. Ik bedoel als Richard, hè? Ja, hou ik van. Ja, ja, gezellig. Gewoon gezelligheid. Ja. En sfeer en je ziet je familie weer eens. Ja. Kerstman? Ja? Hebt u nog ballen nodig? Ook nog ballen nodig, hè? Hallo! Waar moet nou een goede kerstboom aan voldoen, kerstman? Hij moet lekker ruiken. Ja. Hij moet mooi zijn. Hij moet flink uitvallen. Dat je elke dag kan stofzuigen. En er moet de bal in hangen. Ja. Ik heb het zelf ook altijd zo moeilijk ermee.
Is te klein. Vindt u? Ja. Is te klein. Ja. Waar ben ik aan begonnen? Ja. Op de ijsbaan in Hoorn zet Bob zijn eerste stapjes op het ijs. Ga naar de Korenhorst. Wat is de Korenhorst? Het bejaardencentrum. Zo ja. Zo. En zo. Ja. Nee, gaat niet. Ik heb mijn poten niet van. Ik krijg mijn poten niet van de grond. Nou, zo te zien kan Bob beter zingen dan schaatsen. Zo komen we nooit bij de Noordpool, hè? Voor kerstman Richard weten we dat hij kan schaatsen, maar... Doe jullie wel met me mee? ...kan hij ook zingen. O denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Ja, zo makkelijk kom je er niet vanaf. Nu solo. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year... I'll keep it special. Is het wat? Oké, vrolijk kerstfeest. Schiet maar lekker verder, jongens. Krijg het er warm van. Ja. Oh. Kerstman Bob trekt het niet meer. Hij is omgekeerd. Ah. Oh, shit. Ah. Kunt u nog lachen, kerstman? Ik vond dat al heel goed dat hij het ging proberen. Ja. Ja, dan vond ik al heel, ben ik al heel trots op hem. Dankjewel, want nou. Ik gaf al aan, ik doe het niet, maar... Ik ben trots. Ho, 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 met Bob. Ho, 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 met de kerstman. Hoe gaat het? Nou, geweldige plek heb je, jongen. Op een wereldbaan heb jij. Met al die mooie kinderen hier, jongen. Heb je al geschaatst? Ja, ik heb het geprobeerd. Hoe is het daar? Ah, geweldig. Hartstikke leuk. Ik denk dat ik een keertje met mijn kinderen langs. Hallo. Oké. Okay. Doeg. Hoi. Als je nou mocht kiezen, hè? Kerstman hier spelen? In West-Friesland of in Amsterdam in de Bijlmark? Ja, dan hou ik het bij Amsterdam, hoor. Oh, dat vind ik helemaal mooi. Helemaal fantastisch. Ik vind een goede en leuke kerstman. Bedankt. Dankjewel, graag gedaan. Oké, okay, ja, dag. Hoi. Ho, 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 ho. Hallo, tot ziens. Nou, Jeroen, bedankt voor je gastvrijheid. Ook Richard neemt afscheid van zijn collega's in de Amsterdamse bouwmarkt. Hij zit heel goed in zijn rol zo. Ja, hij doet het perfect. Ik vond het wel goed gaan. Maar hij zingt minder als ons. Of toch liever op de schaats? Ja, de schaatsbaan vind ik toch wel heel erg leuk, hoor. Hij mag hier zeker vaker rondlopen, absoluut. Dankjewel. Fijne kerst. Doeg. Doeg.